Ik ben Linde, ik ben bakker en ik heb een bakkerijtje in 4:30 in Leuven. Mijn dag begint in de bakkerij tussen 5 en 6. Ik vind het heel moeilijk om op te staan, maar eenmaal als ik in de bakkerij binnenkom en ik begin, dat is wel mijn mooiste moment, denk ik. Op het moment dat ik gewoon, ja, aan het bakken ben. Het is altijd heel lastig met de eerste mensen die binnenkomen. Brood is magie, hè? Allee, brood is uiteindelijk, zeker zuurdesembrood, is gewoon 3 ingrediënten. Dat is water, bloem en zout. Dat gaat een totale transformatie door. En je creëert een product dat heel veel smaak heeft en die heel voedzaam is. Mijn passie voor voeding komt uit een passie voor misschien wel het leven. Voedsel is hetgeen wat dat iedereen nodig heeft, wat dat iedereen bindt ook wel. En het geeft mij zeker heel veel voldoening als mensen mijn brood eten en als ik mensen kan doen smaken. Voor mij is de kracht van Leuven zijn kleinschaligheid. Het is een kleine stad met heel veel groen rondom en die echt wel heel veel potentieel heeft om het platteland en de stad dichter bij elkaar te betrekken. Leuven is mijn plek omdat het mij wel doet dromen. Omdat er nog zoveel mogelijk is.